Goedemiddag. Ik ga een video opnemen. Er is mij gevraagd om Pomps te proeven. Het is een frisdrank met appelsap. Nou, ik zelf ken het drankje niet. Het ruikt heel zoet. Maar het ruikt ook niet chemisch. En dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ik had verwacht dat het een heel chemisch drankje zou zijn. Nee, het ruikt zelfs wel fris. Nou, niet zeuren, proeven. Oh, maar dat is helemaal niet slecht. Lekker. Een soort tintel. Net of je van dat tintelsnoep eet. Ik weet niet goed hoe dat spul heet. En dat tintelt en dat knispert heel erg in je mond. Dit tintelt vooral. Dit knispert niet. Het is lekker fris. Ik denk dat het 7-up is. Met appelsap. Het heeft een beetje... Ik zet hem even op pauze. Zo, daar ben ik weer. Ik heb hem even op pauze gezet. Het heeft zo een beetje het idee van pils, van bier. Het is geen alcohol. Want daar heb ik op gelet. Ik heb medicijnen. En mijn medicijn en alcohol, dat gaat niet zo goed samen. Het kan waarschijnlijk niet heel goed kwaad, maar er staat op het doosje. Pas op met alcohol. Dus alcohol doen we dan maar even niet. Ik ben er toch geen fan van, ik drink het toch niet zo vaak. Dus ja. Zoals je ziet, het heeft een bruinachtige kleur. Als je dit inschenkt, lijkt het net pils. Dus ik denk appelsap en 7-up of Sprite. Of ja, een andere citroendrank met prik. Het is wel lekker fris. Ik denk op hele warme dagen, als je dit koud drinkt, kan het een heerlijke verfrissing zijn in de hitte. Ja, ik vind het echt lekker. Lieve kijker, dankjewel voor de tip. Goed idee van jou om te vragen of dit eens wilt proeven. Het was op verzoek van een kijker. En goed idee. Heb jij nou ook iets wat je graag getest of geproefd in de vlog wil zien? Geef het als idee onder in de reacties. En dan kijk of het mogelijk is. Dankjewel voor de tip. Deze is wel geslaagd. Natuurlijk, mijn favoriete drank blijft cola. Maar dit is zeker niet verkeerd.
ik ga deze video afsluiten. Vond je het een leuke video? Zou ik het fijn vinden als je een duimpje omhoog geeft? Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super tof vinden als je even onderin abonneert. Klik dan ook gelijk op het belletje. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe vlog of video online komt. Dankjewel voor het kijken. Doedels!